Kinder- en loco-burgemeester lazen samen voor. Op de openbare basisschool Het Woudhuis in Apeldoorn waren loco-burgemeester Wim Willems en kinderburgemeester Sibel te gast om te komen voorlezen. Voor Sibel was dit het eerste officiële moment als kinderburgemeester. Wat vond je daarvan? Ik vond het heel erg leuk en ook met de kinderen vond ik het heel erg, ja, leerzaam en zo. Ik vond het wel ook heel leuk want ja, je gaat nu wel dingen doen met kinderen en met andere mensen. Dus ja, dan weet je ook wel, ja, mijn rol is eigenlijk best wel belangrijk. Woensdag was het de Nationale Voorleesdag. Samen lazen Wim Willems en Sibel voor uit het prentboekje Een Huis voor Harry van de schrijver Leo Timmers. Het boekje is uitgeroepen tot prentboek van het jaar. Het is een boek wat landelijk voorgelezen wordt. Ja, het gaat inderdaad over de kat Harry. En ik had Harry inderdaad in mijn binnenzak zitten om het verhaal nog iets meer te visualiseren. De loco-burgemeester en de kinderburgemeester betrokken de scholieren bij hun verhaal. Een enkeling was wat minder geconcentreerd en was met iets heel anders bezig. Het gezamenlijk voorlezen van het boekje was niet van tevoren gepland. Ik zag een leuke interactie met de kinderburgemeester. Was dat een beetje ingestudeerd of is dat echt spontaan? Nee, dit is echt spontaan. Dus dat geeft me aan hoe leuk onze kinderburgemeester is en hoe goed ze dat kan. Dus nee, dit was echt gewoon het intermezzo hier, wat we echt met z'n tweeën hebben gedaan. Hoe vond je dat zelf zo gaan? Ik vond het wel heel goed gaan. De kinderen die hadden het volgens mij ook wel naar de zin. Die luisterden ook wel leuk. Ze hadden leuke dingetjes te vertellen. Dus ja, ik vond het heel goed gaan. Op heel veel andere basisscholen werd er door een plaatselijke of landelijke bekendheid voorgelezen. Morgen begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. Het blijft droog en er staat amper wind en het wordt min 1 graad. In de avond en nacht zijn er brede opklaringen en kan de mist ontstaan. Het kwik gaat snel onderuit naar de min 9 graden. Vrijdag is het vrij zonnig en droog en wordt het zo min 1 graad. Zaterdag is het vrijwel bewolkt met kans op een paar winterse buien. Het wordt dan een graad of 3. De nachttemperaturen liggen rond de min 1 graad.